is er nu een video van Polestar. Wij gaan naar de school. Niet waar ik werk, de hoofdschool. Maar we gaan niet zo beelden maken van de leerkrachten. Maar we gaan wel eens kijken wat dat we kunnen verwachten. Kijk, het is daar in de straat dat we moeten zijn. Dus daar in de verte moeten we er zijn. Eentjes vissen, die zijn die dingen allemaal. Ze hebben hier van alles. Dus dit is een school. En dan gaan we naar binnen. De aankoopschool van de we gaan hier eens gaan kijken. En dat is echt de andere school. Dus het is echt druk. Kijk, zodat iedereen een beeld kunt maken. Dat is een school. Druk. Dus we zijn hier aan het rondlopen, we zien hier van alles. Kijk, we hebben hier ook een paar dingen. En nog springkastelen is alles. Maar dat springkasteel. Hier, Kelly, uw springkastelen gevonden. Uw springkastelen. Wie kent dat? Kijk, allemaal oude speeltjes. Dino. Heel onze collega's gezien. Het is wel leuk. Er is veel te doen, echt veel. De straat staat vol eigenlijk. En nu gaan we naar de andere school kijken. En dan gaan we eens kijken of we daar kunnen te zien krijgen. En dan komen we straks van de andere school misschien eens terug naar de school. Ik loop nu daar en we zijn er bijna bij de aankomst. Het is wel spannend, want ik ben er nog nooit geweest. Dus ik weet ook niet goed waar de ingang is. Dus het is wel spannend. Maar we doen het voor de oude leerkracht te zien. Ik ben benieuwd of ze me nog kennen. Maar ik heb ze vorig jaar ook gezien. Maar het zou wel spannend zijn, denk ik ook. Want het is ook een nieuwe leerkracht. En er is veel wind en dat is ook niet zo plezant. En mijn vrienden gaan gewoon mee. Daar zitten ze. De vrienden. Zwaaien ze allemaal. Die gaan gewoon mee. Die gaan kijken naar de oude leerkrachten. Hè. Wie weet zeggen die wel aan. Ken die, hè? Dus, maar... Ja, ik heb altijd al geweten als kind wat er achter dat gebouw zat. En dit, vandaag is de dag dat ik het eindelijk ga weten. Dus, wel speciaal. We zijn niet benieuwd. Op de school aangekomen en dan ziet het er dus zo uit. En we zijn er aangekomen. We zijn eerst de straat verkeerd ingegaan. Het was dus aan de politie waar we moesten zijn. Dus we hebben het wel gevonden en nu gaan we zoeken achter leerkrachten die we nog kennen. Of misschien niet kennen, dat kan ook, maar het is maar een jaar geleden, dus normaal gezien moeten we nog wel herkennen. Dus we gaan eens een rondleiding alleen maar eens rondgaan. Maar ik heb hier wel zo heel mooie dingetjes eigenlijk allemaal. Dus het speelplaats is wel mooi, maar klein. De tuin, wat speelinstrumenten en dat is de tweede speelplaats. En die verlies is allemaal schmink. We zijn op de school. Het is wel mooi, ik vind het wel een mooie school, dat wel. Het is groot, want ik had het klein verwacht met de school en ik had gedacht. Er zitten ook allemaal zo speciale dingen, speeltuinen en zo, springkastelen. En grote school. Ik ben hier zelf nooit geweest, maar het is wel mooi om te zien eigenlijk. Het is wel prachtig, je ziet allemaal die dingen. Het is heel mooi. En straks gaan we nog naar de andere school, daar gaan we ook nog wat filmen terug. En daar eens gaan kijken. Dan gaan we zien, dan gaan we vragen of ze de filmen te gaan. Dus we lopen hier rond, we zijn aan de terug aan het eerste gedeelte. Oh, hey, maar dan, dat is wel mooi. Dan moeten we naar ergens naartoe gaan, dan zijn we terug. Dan gaan we ook nog weer terugvallen. En dan gaan we eens kijken. Ja, het was wel leuk om even te gaan kijken. Het was wel heel druk. Maar wel leuk om hier even te zien hoe dat hier is. En nu gaan we terug naar het andere gebouw, naar het andere school terug. Dat is de kans. Het is een beetje lastig omdat het op dezelfde dag valt eigenlijk. En dat vind ik wel een beetje lastig. Maar ja, het is wat het is en je kunt het niet veranderen. Dus we gaan weer terug naar die andere kant. We weten het design. Het is wel leuk om even te gaan kijken. Maar ja, het is natuurlijk ja, de magie is een beetje weg omdat je daar nooit meer hebt. En je bent ook gezeten, dus je weet ook wel, ja, je ziet wel de leerkrachten. Maar dat is het dan ook. Dus, maar het is wel een mooie school, denk ik. Ik ben niet helemaal rondgegaan en zo met de camera. Een beetje privacy en zo. En dan gaan we naar de bosco en dan gaan we ook nog wat beelden maken. Zo, we zijn weer terug op het oude plaats waar we dus vertrokken zijn vanmiddag. Terug op de school waar ik eigenlijk, ja, een stukje werk, ik weet niet. En het is hier echt wel leuk. Dus we hebben heel hard omweg gemaakt. Maar het is wel leuk om hier nu terug te zijn. En we gaan weer een beetje meenemen op Slaapdouw gaan. Is de pita? Nee, dus geen pita. Ik ben ondertussen ook live. Dus ze denkt waarom het antwoord is zo raar op vragen. Maar jij bent ondertussen live. En ik ga even draaien, dat je het ook kunnen zien. Kijk.
Dus we zijn hier nu op het golf. Het is wel is heel veel fietsen. Het is hier wel leuk. Maar als ik dat niet vallen, dan val ik nog voor de webcam. Voor jullie. Nou, nou, dat gaan we niet doen. Vallen. Het is hier wel druk aan mij. Maar wel leuk. Dus we gaan eens kijken. Zo zijn we zo aangekomen. We zitten hier op de speelplaats. Het is nog wel blijf gaan. Eigenlijk waar we zijn. Daar op het podium. Voor de opnieuw zijn we wat iets te laat. Maar het is wel mooi. Hier werkt het goed, maar wel op de avond. Dus we lopen hier rond. En we gaan eens kijken wat er allemaal te zien is. Je hebt hier clowns, je hebt hier van alles. En natuurlijk klaar staan. Dus ik heb het ook live natuurlijk. Maar het is wel een mooie ding. We zijn echt ze doen. Dus springkastelen en alles zijn hier te zien. Zo mooi eigenlijk hier. Daar moet je zo sneeuwballen gooien. Sneeuwballen, effecten en zo. Heel veel dingen eigenlijk die je moet doen. Dus we staan hier nog te wachten. We staan nog steeds te wachten. Ja, het is wel fristig. Dus hier is er alles te doen eigenlijk. Al mooi. Ja, ik film natuurlijk nu naar mijn eigen, omdat ik anders de kinderen beeld had die dat ik doe. Zij staat er nog goed te wachten. Dus dus er zijn eigenlijk trampoline. Moeten werken. Hard werken. Eigenlijk staan ze allemaal aan de trampolines. Aan de dingen, aan de opa-cijfer, de trampolines. Aan die klusjes eigenlijk te werken. Ik ga eens kijken of dat ze mij zullen herkennen. Dus we staan hier aan de buren. Het heeft een heel groot springkussen. Met, het is een vorm van een rups. Waar we staan. Dat zie je niet, want ja, ik ben niet in beeld, want ik ben de kinderen graag in beeld.